Een stuk van Auschwitz was in een kamp daarnaast. Dat was uitsluitend dat kamp om mensen te vergassen. En het heette Birkenau. Wat wij in Holland hoorden we voor het eerst die naam, maar toen werd het uitgesproken als Birkenheim. Birkenau, toen wij na de oorlog langs zijn gekomen, dat ligt lag ongeveer 5 kilometer buiten Auschwitz. En veel mensen die in Auschwitz waren uitgezocht om vergast te worden, die moesten vaak hele groepen naar Birkenau lopen, 5 kilometer. Waar er gezegd werd waar ze een verzorging zouden krijgen. Wel, die hebben ze gekregen. Gas. Birkenau was uitsluitend om mensen te vermoorden. Auschwitz, daar kon je nog wel eens uitgezocht worden voor werk. Zoals Maupie Fontijn, die later in mijn verhaal voorkomt, die heeft in Auschwitz gezeten en heeft zijn vrouw daar gekend. Zijn vrouw zat in een vrouwenbarak en ze hebben elkaar gezien in Auschwitz. Dus in Auschwitz kon je in leven blijven als je een baan had. Zo Maupie Fontijn, die ik later ontmoette in het kamp, maar die ik kende van Holland, die was bij de dakdekkers. Die moesten geregeld de daken van de barakken met teer insmeren. Met emmers teren gingen ze erop om het dak zogenaamd watervrij te houden. Ja, of om de barak water. Die liepen de hele dag te teren. En vanaf het dak zagen ze wat er gebeurde met de mensen die veroordeeld waren om een van de dingen in Auschwitz te ondergaan. In Auschwitz waren, daar ben ik niet geweest, als gevangene. Dat is een oud militair kamp geweest. En de eerste gebouwen waren kazernegebouwen, stenen gebouwen. En daaromheen werden barakken geplaatst. En hoe meer het zich uitspreidde, barak achter barak. Vaak gescheiden door prikkeldraad. Tientallen barakken waren er. Brede straten om die stenen gebouwen heen. En die barakken hadden nummers. De stenen barakken waren ook. En de beruchtste daar zijn we in geweest, was barak 10 en 11. Met een binnenplaats ertussen. Op de binnenplaats werden mensen doodgeschoten. Dat was de executieplaats. Op barak 10, dat was het experimentenbarak. En daar werden mensen beproefd hoe ver men, wat men kan doen met een menselijk lichaam. En wat dat lichaam kan uithouden. Dus mensen werden levend onderzocht en beproefd wat ze konden uithouden. Zo waren mensen, die werden een arm afgezet. Terwijl ze werden niet weggemaakt. Alles gebeurde terwijl je bewust was. Injecties werden gegeven en dan kijken hoe je erop reageerde. Een injectie moest uitgevonden worden wat het kon doen, goed of slecht. En dat werd op levende mensen gebeurd.
Er was een kelder in dat barak. Dat hebben we bezocht. En er waren verschillende afdelingen. Eén afdeling was een muurkast. Een muurkast die kon royaal in de keuken hier staan. Een kast in de muur, zoals je in een woning hebt. En daar werden proeven genomen met hoeveel mensen. Hoeveel mensen kun je in een beknopte ruimte plaatsen voordat ze doodgaan. En de proeven waren genomen op de eerste mensen die in Auschwitz waren. Dat waren Russen. En we hebben die kast gezien. En zo lijkt de kasten die we hier hebben. In een kast, daar was het, werd er bij geschreven dat daar op een keer waren 35 man ingeduwd. Op een ruimte, die stoel kan er niet staan. 35 mensen. En die zijn daar verstikt. En ze hebben opgenomen hoe lang duurt het voordat ze doodgaan. Dokters deden dat. Net zoveel mensen, net zo lang mannen in een ruimte persen, totdat ze allemaal dood zijn. Kijken hoeveel mannen en hoe lang het duurt. Wij hebben die kast gezien in de kelder van barak 10. Ja, we zijn er geweest. We hebben gezien kamers waar lange ruwe tafels waren. En die tafels waren operatietafels. En daar werden experimenten, operatie-experimenten. Een persoon werd opengemaakt. Terwijl die wakker was. Hij was niet weggemaakt. Werd opengemaakt. En zijn ingewanden onderzocht. Dat was blok 10. Een barak was een blok. Die heette een blok. Daarnaast was een open plaats. En dan had je blok 11. In blok 11 zaten vrouwen opgesloten te wachten totdat ze gebruikt werden voor experimenten. Ro van Tijn, de vrouw van Louis van Tijn. Louis van Tijn was een jongere broer van Heiman, van mijn vriend. En Louis, daar ben ik ook vriend mee geweest. Die heeft ons naar Amerika geholpen. Hij is in 1955 naar Amerika gegaan. Met zijn vrouw, Ro Lopez Diaz. Maar met hem was ze Ro van Tijn. Zijn vrouw leeft toch. Hij is nog niet zo lang geleden gestorven. Hij was een paar jaar jonger dan ik. En Ro van Tijn heeft in die blok 11 gezeten. Blok 11, de ramen, daar waren luiken voor gemaakt. Omdat ze uitzagen, de ramen zagen uit op die binnenplaats waar mensen werden doodgeschoten of opgehangen. En daar waren luiken voor, zodat ze het niet zouden zien. Maar ze hoorden het. Ze hoorden de bevelen, ze hoorden het gillen en het schreeuwen. En daar heeft ze 2 jaar gezeten, in dat blok. En ze heeft experiment ondergaan. Ze werd geregeld ingespoten met injecties. En de injecties bevatten een geneesmiddel, maar meestal was een dodelijk geneesmiddel. Voordat je een geneesmiddel eindelijk het bedoelde geneesmiddel bereikt, zijn er vele andere stappen die tot dat geneesmiddel leiden, tot dat medicijn. En al die stappen die werden beproefd op die vrouwen, op hun lichamen, op hun leven.
en het merendeel ging dood direct. Dat is in het algemeen, zegt men, de Russen hebben Auschwitz bevrijd op 27 januari. Dat is een fabel. De Russen hadden Auschwitz niet bevrijd. Ze hadden het bereikt. Maar toen waren de meeste gevangenen al doodgemaakt of weggevoerd. En Ro was een van de gevangenen die weggevoerd waren. Wij waren een Auschwitz-kamp geworden. Dat wil zeggen, het opperbevel, er was een stadium in de ontwikkeling van de concentratiekampen, dat ze een centraal opperbevel hebben gesticht, gevormd. Dat was gevestigd in Auschwitz. Alle kampen eromheen, die in het werkprogramma van Duitsland, in het economische programma pasten, daar waren ook concentratiekampen bij. Gleiwitz, waar ik was, was part van dat programma. Waren toen onder het bevel van Auschwitz. In die 2 jaar dat ik daar geweest ben. En toen wij weggevoerd werden, toen zagen we, toen we het hek uitmarcheerden, zagen we een enorme lange stoet mensen staan, wachten. Om ons kamp, wij eruit, zij erin. Die hadden de hele nacht gelopen. En die moesten rusten in ons kamp. Er waren veel te veel voor ons kamp, maar dat noemen ze een rustplaats. Onze laatste zieken werden doodgeschoten, want die konden toch niet meelopen. En wij gingen eruit en die nieuwe mensen kwamen erin. En die nieuwe mensen waren Auschwitz-gevangenen. Een enorme rij. En die begonnen het kamp in te gaan terwijl wij eruit gingen. En 2 dagen later, 1,5 dag later, toen we na rondzwerven in de buurt, de Gleiwitz-gevangenen, weer terug waren in Gleiwitz, want ze konden nergens doorbreken. Overal werd gezegd dat de Russen, de enemy heeft dat. De Russen, die hadden dat. Maar de Russen waren niet vlug genoeg. Ze hadden Auschwitz bereikt, maar niet, ja, als ze het bereikt hadden, werden de hekken opengegooid. Dus dan was het bevrijd. Maar het merendeel van de gevangenen was weggevoerd. Alleen de stervende en de zieken waren achtergebleven. Wij hadden ook in een barak een kamer vol met zieken die niet mee konden als wij op de mars gingen. En die werden doodgeschoten. Terwijl wij voorbij marcheerden, zagen we een paar van die gevangenen bebloed en zo voor het raam staan. Want ze gaven altijd, de longen waren aangetast, vaak vanwege het werk. En ze gaven bloed op altijd. En dat was helemaal met bloed, ze waren helemaal met bloed besmeerd. Een dun hemdje aan. En daar stonden ze. Zo, met hun hand. Dachten zich aan ons. En wij riepen, hou vol, hou vol. We komen terug om je te halen. Dat riepen we maar. Maar we hadden ook geen manier om dat te doen.